spellenzonde, dit keer het spel Wallenstein, uitgegeven door Queen Games. Het is een spel voor 3 tot 5 spelers waar je ongeveer 1,5 tot 2,5 uur mee zoet bent. En dit spel speelt zich af in het Duitsland 1618 AD, waarbij alle verschillende staten, zowel katholiek als protestant, met elkaar op de vuist gaan in de 30-jarige oorlog. En niet alleen de Duitse staten mengen zich erin, maar ook buitenlandse grootmachten zoals Zweden mengen zich in deze strijd, allemaal uit op zoveel mogelijk land en dus ook welvaart. Het doel in dit spel is dan ook om zoveel mogelijk overwinningspunten bij elkaar te sprokkelen. En degene die er dus de meeste heeft na 2 jaar strijden in deze 30-jarige oorlog, is de winnaar van het spel. We gaan eerst maar eens kijken wat we krijgen voor ons geld. Het spel is gemaakt door Dirk Hen en wij krijgen van hem de spelregels. Jullie zien bij mij een heleboel A4'tjes. Ik heb de spelregels ook even in het Engels erbij gehaald, aangezien mijn Duits niet zo goed is. Verder krijg je voor elke speler een overzichtskaart met daarop de 10 acties die hij kan doen. En de waardes van alle verschillende staten die je kunt veroveren. En dit is voor het opzetten van het spel. En dat zal ik jullie straks laten zien. De spelregels zelf zijn erg duidelijk, met kort en krachtig de regels uitgelegd. En daarnaast nog een keer de belangrijkste dingen in specifieke kaders gezegd, zodat je ze makkelijk kan onthouden. Het spel is in het Duits uitgebracht. Er is ondertussen ook een nieuwe uitgave en die heeft ook de Engelse layout. Hier heb je de 4 seizoenskaarten. Een beurtvolgorde spoor. Dit is als er honger is. Dit geeft aan hoeveel graan iedereen heeft. Alle landen of alle staten met steden erin. En hier onderaan hebben we de 10 acties en welk gebeurteniskaart dit seizoen van toepassing is. Dan hebben we hier voor elke speler zijn legers in zijn of haar kleur en de actiekaarten die hij kan inzetten. En natuurlijk ook zijn karakter. En het mooiste van dit spel vind ik wel dit. Dit is een dice tower, tenminste het is geen dice tower. In dit geval is het een blokjes toren, een cube tower. En in deze dice tower gaan wij onze legers gooien in de hoop dat er ook zoveel mogelijk legers van ons weer uitkomen. Maar wat maakt deze toren zo bijzonder? Als jullie goed kijken, dan zien jullie hierin allemaal laagjes, allemaal blokjes en staafjes. En daar kunnen allemaal blokjes achter blijven hangen. Dus de legers die je erin gooit, zijn niet noodzakelijk de legers die er ook weer uitkomen. En dat maakt het systeem heel bijzonder. Verder hebben wij geld in de vorm van schatkisten. Schatkisten met een waarde van 1 en een waarde van 5. We hebben boerderijen, kerken, paleizen. Dit zijn de boerenlegers. Dit zijn opstandsfiches. En hier hebben wij een heleboel kaartjes. Hier hebben wij de actiekaarten. Dit zijn de seizoenskaarten met de trommels achterop. En dit zijn eigenlijk gewoon, net zoals in Risk, de kaarten van de provincies om aan te geven wie ze heeft. En daar staat op hoeveel geld je aan belasting kan innen, hoeveel graan er geproduceerd wordt. En dat staat hier nog een keertje in het kort. En hoeveel steden er zijn. Dat is wat we allemaal hebben. Tijd om een spelletje op te zetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, opgezet voor 3 spelers. En dan heb ik gebruik gemaakt van de kant-en-klare opzet. En die staat hier voor 3, 4 en 5 spelers. Dan krijg je een gebalanceerde startopzet. Je kunt ook zeggen, je gaat omste beurt 1 voor 1 landjes kiezen. En dan zie je hier bovenop je kaart hoeveel legers je mag inzetten, afhankelijk van de hoeveelheid spelers. Dus je legt dit allemaal vol. Als je met 3 spelers speelt, die ook. 3 of 4 en met 3 spelers dit ook. En dan heb je dus 9 landjes waar je mee begint met een 3 spelers spel. En in elk landje mag je een aantal legers doen. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Maar dat staat ook kant en klaar in de spelregels. En ik adviseer iedereen die dit de eerste keer speelt om die opzet te kunnen nemen. En dan krijg je deze basisopstelling. Alle landen die eigendom zijn van een speler, heeft hij in een kaart. En je ziet dat deze kaarten zo'n vlag hebben als rug. Net als de 5 blanco kaarten. Die hebben ook zo'n vlaggenrug. De resterende legers heb je hier liggen, naast je speelbord. En zijn die op, dan kun je dus ook niet meer legers inzetten. Deze schatkisten zijn je begingoud. Je begint met een 3-spelerspel, begin je met 18 goudstukken.
De actiekaarten liggen hier, het resterende geld liggen hier, de boerenlegers, de opstandfiches en natuurlijk de trading post, kerken en kastelen, paleizen. Daar op het beurtvolgorde spoor leg je de drie spelers, je schudt ze gewoon en die leg je neer voor de eerste speelronde. Daarnaast liggen de eventkaarten, de gebeurteniskaarten. Hier liggen de resterende kaarten van de staten die dus niet van een speler zijn. En alle spelers leggen een blokje op het graanspoor op 0. Voor het spel begint neem je van alle spelers die meedoen 7 legers in je hand. Plus daar voeg je 10 legers van de boeren aan toe. En die gaan alvast in de toren. En alles wat eruit komt, dat kunnen we dan straks weer gebruiken. En er blijft ook een percentage in vaststeken. Het doel is zoveel mogelijk overwinningspunten te halen. Je scoort 2 keer punten aan het einde van het eerste jaar en aan het einde van het tweede jaar. En je scoort punten voor de hoeveelheid staten die je hebt. En je scoort punten voor de hoeveelheid steden, kerken en paleizen die je hebt. Tenminste als je de meerderheid hebt in een gebied. We gaan maar eens een spelletje spelen. Zoals ik al zei bestaat het spel uit 2 jaren. En elk jaar bestaat uit 5 stappen. Stap 1 is het begin van het jaar. In het begin van het jaar pak je de evenementkaarten. Je schudt wat er nog over is. En je legt er 4 open. En dan weet je wat er aankomt. Zoals ik al zei, het spel is in het Duits. Daarom heb ik even van het internet een Engels vertaling gehaald. Maar je legt er 4 neer. Zodat je weet welke 4 gebeurtenissen het Duitsland dit jaar gaan treffen. En er staan eigenlijk 2 dingen op zo'n kaart. Ja, stiekem 3. De speler of degene van wie ik het gekocht heb, heeft de kaarten genummerd, zodat ik ze gemakkelijk op mijn overzichtslijstje terug kan vinden in het Engels. De titel, het effect als deze kaart in een seizoen komt te liggen. En dan ligt die op dat blauwe vak hier. En dit wil zeggen hoeveel extra graan je nodig hebt in het 4e en laatste seizoen. Want dat is het ene seizoen wat anders is. Dat is de winter. Dan moet je je volk te eten geven. En daar heb je nog een extra 3 nodig als dit de laatste kaart is. Deze kaart zegt bijvoorbeeld dat als je een leeg land aanvalt, er geen boerenlegers meegaan in de toren. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld als je graan oogst, dat de oogst slecht is. Dus dan krijg je minder graan. Of dat de oogst juist heel goed is. Dus dan krijg je meer graan. Of plaatsen waar een kerk ligt mogen niet aangevallen worden. Of dat bijvoorbeeld het toevoegen van troepen in een bepaalde staat duurder wordt. Nou, dat soort dingen moet je een beetje aan denken. Dat is het eerste wat je doet in stap 1. En het tweede wat je doet is je zet de graanfiches weer op 0. Dus je reset de graanteller. Dus elk jaar begin je met 0 graan. En dan gaan we naar fase 2. En dat is de lente. En de lente bestaat uit 5 stapjes. Stap 1 in de lente is, je hebt hier 10 actiekaarten. En dat zijn dezelfde 10 acties die ook op jouw overzichtskaart geprint staan. En die ga je schudden. En je ziet dat acties nummer 1 tot en met 5 wit geprint zijn. Dat wil zeggen dat die openkomen. En de acties 6 tot en met 10 komen gesloten te liggen. Dus alle acties komen aan bod. Alleen je weet welke 5 er in het begin komen. En dan wordt het een beetje gokken. De tweede stap in de lente is dat jij zelf je acties gaat plannen. Daarvoor pak je jouw provincies of jouw kleine staatjes. En je pakt je blanco kaart. En wat je gaat doen is je gaat op jouw overzichtskaart ga jij acties ondernemen. Als jij bijvoorbeeld in Osnabrück een kerk wil bouwen. Dan zie je dat de kerk kost 2 schatkisten. Je moet een lege stad hebben en dit is zo'n stadssymbool. Je ziet dat er in dit geval 3 steden in Osnabrück zitten. Dan leg ik die hier bovenop, gesloten. En dat wil zeggen dat als we bij de actie kerkenbouwen aankomen, draai ik deze open. En dan kan iedereen zien, ik ga in Osnabrück een kerk bouwen. En dan kan ik altijd nog zeggen, ik betaal of ik betaal niet. Maar je kunt ook zeggen, ik ga er een blanco neerleggen, want ik wil helemaal geen kerken bouwen. En zo gaat het voor alles. We gaan de acties eens even bekijken. De eerste 3 zijn eigenlijk heel simpel. Bouw een paleis, bouw een kerk of bouw een trading post, een handelshuis. Deze 2 zijn eigenlijk ook heel eenvoudig. Dit is gewoon graanoogsten,
of belasting innen. Oftewel, je krijgt graan of geld. Hoeveel graan of geld krijg je? Dat is afhankelijk van de provincie waar je het opzet. Als je deze provincie gebruikt, dan krijg je daar 2 graan als je hem hier neerlegt. Of 4 goud als je hem hier neerlegt. Stap 1. Je gaat de hoeveelheid graan of belasting nemen, geld, die op het kaartje staat van de provincie waar je dit doet. Stap 2. Als er opstandsfiches liggen in dat gebied, komt er een opstand. En stap 3. Je plaatst een extra opstandsfiche. Dan hebben wij 3 keer extra troepen. Je mag voor 3 goud 5 troepen in een gebied doen. Voor 2 goud 3 troepen in een gebied. En voor 1 goud mag je 1 troep in een gebied doen. Plus, je mag uit het gebied waar je dus deze kaart hebt gespeeld. Dus als ik die gespeeld heb op bijvoorbeeld Erzbum Köln. Dan mag ik daar voor 1 goud een troep plaatsen. En ik mag zoveel troepen als ik wil uit Erzbum Köln verplaatsen naar een aangrenzend land wat ook van mij is. Dus waar ook al blauwe troepen liggen. Of in ieder geval hoeft niet eens wat te liggen, maar als die maar van mij is. Dus hij zit in mijn voorraadkaarten. En die mag je allebei doen of 1 van beide. Dat is 1 actie die eigenlijk 2 acties is. En de laatste 2 acties met de kanonnen wil zeggen wij gaan vijandelijke gebieden intrekken. En wat is allemaal vijandelijk? Vijandelijk zijn natuurlijk gebieden van de andere speler. Ik ben blauw, dus gebieden met rood of gele blokjes. Of een gebied waarvan niemand is. Daar zitten de boeren. En de boeren hebben ook liever niet dat daar zomaar een leger naar binnen komt walsen. Dus die zullen ook enige weerstand bieden. Dat zijn de 10 acties waaruit we kiezen. Dus in fase 2 van de lente gaan wij onze kaarten zo neerleggen dat wij dus overal iets doen. En dat doen we allemaal tegelijk. Fase 3. We gaan de beurtvolgorde aanpassen. Je pakt alle karakters die er zijn. In dit geval 3. Je schudt ze lekker door elkaar heen. En desnoods laat je iemand anders nog eens een keer lekker ook schudden. En je plaatst ze weer op een volgorde 1, 2 en 3. En dat bepaalt vanaf nu weer de beurtvolgorde. Stap 4 is, we gaan kijken wat van toepassing is op dit jaargetijde. Er liggen 4 effecten voor de 4 jaargetijden die er zijn. Maar we moeten nog even kijken welke van de 4 de lente zal treffen. En ook dat is een kwestie van schudden. Eentje pakken. En die leggen we hier neer. En dat is wat er nu gaat gebeuren. En de andere 3 liggen weer hier. Je kunt ze alle 4 lezen. Je weet alleen niet precies in welk seizoen ze komen. Fase 5 is we gaan de acties doen. Beginnend met actie nummer 1. En dat is belasting in. Dus iedereen, beginnend bij rood, gaat belasting opendraaien. En je laat zien wat je doet. Of misschien doe je wel helemaal niks. Ik heb net uitgelegd hoe je aan belasting komt. Net als met graan. Dus dat gaan we verder niet behandelen. En zo gaat niet alleen de lente. Maar als de lente klaar is, dus alle 10e acties zijn gedaan. Doe je dit nog een keer voor de zomer. En je doet dit nog een keer voor de herfst. Dus je doet deze serie 3 keer achter elkaar. En dan kom je bij de winter. En de winter is fase 5. En die is net even wat anders. Allereerst gaat er graan betaald moeten worden. Elk gebied wat je hebt kost 1 graan. Plus 1 kaart blijft over. En daaronder staat natuurlijk ook weer hoeveel extra graan je moet betalen om je volk, je legers te voeden. Dus heb jij 12 gebieden en ligt deze kaart er, dan zul je aan het einde van de herfst 14 graan moeten hebben, zodat je in het begin van de winter 14 graan kan betalen. Kom je tekort, dan zie je daar bovenin een tabelletje. En dat is deze tabel. Als je bijvoorbeeld in de winter 2 graan tekort komt, dan gaat de speler links van jou 1 gebied uit alle gebiedskaarten die je hebt uit je hand trekken, willekeurig, zonder dat jij er enige invloed op hebt. En daarin komen in ieder geval 2 legers, 2 groene legers te liggen en die gaan jou aanvallen. Liggen er ook in dit gebied nog revolt markers, dus die groene opstandsfiches, dan tel je die er nog bij. Dus als er bijvoorbeeld al 2 opstandsfiches liggen, dan komen daar 2 legers voor, plus 2 door het tekort van graan. Dus er komen 4 legers, die gaan samen met jouw legers uit dat gebied, als je dat wil, in de toren. En daar gaan we dus een strijd leveren. Daar gaan we zometeen eens even naar kijken. Nadat de opstand is gedaan, worden de punten gescoord. Voor elk gebied wat nog onder jouw controle is, krijg je 1 punt. Plus je krijgt punten voor het hebben van de meeste gebouwen van een soort in elk
gebied. Dus heb jij de meeste paleizen in paars, dan krijg je daarvoor 3 punten. Heb je de meeste kerken in paars, krijg je 2 punten. Heb je de meeste handelsgebouwen, krijg je daarvoor 1 punt. Is er een gelijk spel? Dus er zijn 2 mensen die in paars de meeste paleizen hebben bijvoorbeeld. Dan krijgen ze allebei 3 punten, min 1, omdat er een gelijk spel is. Dus 2 punten per persoon. Dat betekent dus voor gelijkspel paleizen 2 punten per speler, of meerdere. Gelijkspel kerken 1 punt per speler. En gelijkspel bij handelshuizen 0 punten. En zo ga je alle 5 de gebieden af om die punten te doen. Dat moet je even opschrijven, want dat is een score voor het eerste jaar. En dan komt dan straks de score voor je tweede jaar nog een keertje bij. En tot slot, aan het einde van het jaar worden alle opstandsfiches weggehaald. En gaan we door naar het volgende jaar. Het belangrijkste en het leukste van dit spel gaan we nu behandelen. De strijd. Hoe werkt het vechten? Er zijn 3 manieren waarop er een strijd ontstaat. Of een speler verplaatst troepen naar een gebied waar een andere speler ook al troepen heeft. Of een speler verplaatst troepen naar een gebied waar nog niemand zit. Neutraal gebied. Dus je gaat dit gebied annexeren. Of er ontstaat een opstand. We gaan eerst even kijken naar het verplaatsen van troepen naar zowel een andere speler als een leeg gebied. Rood besluit bijvoorbeeld vanuit dit gebied Augsburg aan te vallen. Hij heeft daarvoor zo'n kaart gelegd op bijvoorbeeld B, de troepenverplaatsing. En daar gaat dit gebied in. Hij mag zoveel troepen als hij wil sturen naar Augsburg. Maar hij moet er tenminste 1 achterlaten in zijn eigen gebied om natuurlijk het gebied te beschermen. Maar laten we zeggen, hij zegt ik ga voor 2 laat ik hierachter en de rest valt aan. Deze troepen haal je even allemaal van het speelbord, want die gaan vechten. De verdediger mag zoveel troepen als hij of zij wil ook van het bord halen en die gaan dan vechten tegen deze troepen. Waarom zou je niet alles eraf halen? Als je wint als verdediger, dan blijft natuurlijk alles wat je niet in de strijd hebt gegooid liggen op jouw gebied. Een andere reden om alles er wel in te gooien, als je verliest ben je ze ook kwijt. Maar in de toren zitten natuurlijk ook al legers, zowel van geel als van rood. En dat kan afhankelijk zijn van hoe ver het spel, maar er zitten in ieder geval vanaf het begin al 7 gele, 7 rode in en ook nog eens een keer wat legers van de boeren. Dit zijn de legers van rood. Dit zijn de legers die geel eraan toe wil voegen en die heeft zoiets van ik ga met alles verdedigen, want hij stuurt best wel wat legers erin. Daarnaast pak je alle legers die in de cup liggen, zoals ze noemen. En die gaan mee in de hand. Omdat er in het land van de verdediger geen revolt, geen opstandsfiches liggen, of als er maar 1 zou liggen, dan vechten de groene legers mee aan de zijde van de verdediger. Dus als er 0 of 1 opstandsfiches liggen in het land van de verdediger, vecht groen mee met de verdediger. Liggen er meer, dan doet groen ook niks mee. Je ziet ook dat er blauwe legers bij zitten. Die gaan ook gewoon mee de toren in, maar die hebben totaal geen effect, want er is altijd een strijd tussen 2 partijen, de aanvaller en de verdediger. En geel heeft in dit geval, dit voorbeeld, het geluk dat groen meehelpt. We gaan ze in de toren gooien en we gaan kijken wat eruit komt. Rood was aan het aanvallen, dus we gaan eerst eens even alle rode blokjes aan 1 kant leggen. Geel komt aan de andere kant. Daarnaast wordt geel geholpen door de groene legers en is dit het eindresultaat. Dan gaan we slachtoffers tellen. De winnaar is degene die de meeste legers heeft. Nou, in dit voorbeeld is dat natuurlijk geel, want die heeft heel veel groene legers erbij die heel veel klappen voor hem op zullen vangen. Dus is rood de verliezer. Dan gaan alle legers van rood gaan eruit en de winnaar verliest zoveel legers als dat de verliezer is kwijtgeraakt. Dus rood is er in dit voorbeeld 11 kwijt. En omdat de verdediger groene legers heeft, gaan we eerst de groene legers weghalen. Dat zijn er al 8. En dan gaan er ook nog eens een keer 3 gele legers weg. Groen gaat gewoon terug naar de algemene voorraad. En de rode gaan ook weer terug naar de voorraad van rood. Geel heeft gewonnen. Dat betekent dat de landskaart van het gebied waarom gestreden is, bij geel blijft liggen. En dan gebeurt er verder niks. Zou er een gelijk spel ontstaan,
dan krijgen we totale verwoesting van het gebied waarom gestreden wordt. En totale verwoesting houdt in alle gebouwen die er gebouwd zijn, paleizen, kerken en handelshuizen, die worden weggehaald. Alle opstandsfiches die er op dat gebied liggen, worden weggehaald. En de kaart gaat terug naar de voorraad neutrale gebieden. De strijd is nu gewonnen door de verdediger, dus die houdt zijn kaart. En dat gebied blijft dus ook van de gele speler in dit voorbeeld. Zou rood hebben gewonnen, dan krijgt rood dit kaartje. Ook al zou dat kaartje nog op het spelersbord liggen van geel en dus nog niet eens een actie hebben kunnen doen, dan is hij dat gelijk kwijt en moet hij dat aan rood geven. En rood krijgt er dan inclusief eventuele gebouwen die er liggen. Dat is hoe een gevecht werkt van een speler tegen een speler. Dan gaan we nu kijken naar het aanval op een neutraal gebied. Dit gebied is van niemand. Ik wil dat annexeren. En dan moet ik dus even wat boeren terugslaan. Ik pak mijn legers, die gaan weer in de toren. En ik pak één groen leger. En dat gaat tegen mij strijden. Ik pak ook alle legers die weer in de cup liggen. En die voeg ik ook weer toe. En ik gooi alles erin. En ik ga kijken. Rood strijdt tegen de groene legers. En ik zie dat er geen eens een groen leger uit is gekomen. Oftewel, ik heb gewonnen en ik heb geen verliezen. Als er meer groene legers uit zouden komen dan rode, dan haal je natuurlijk alle rode legers weg. En ook alle groene legers. Alle groene legers die na een gevecht uit de toren komen, die worden sowieso verwijderd. Anders krijg je een enorme ophoping van groene legers in die toren. En op een gegeven moment kun je dan niks meer verslaan. Dit is gelukt. Dit blijft gewoon weer allemaal hier liggen. Als ze eenmaal in de toren, in de cup liggen, dan komen ze er ook nooit meer terug in het spel. Behalve als ze weer vernietigd worden en opnieuw ingezet. Ik krijg deze landkaart en die voeg ik toe aan mijn stapel kaarten. En het is voor mij. Dan hebben we nog een laatste strijd en dat zijn de opstanden. Opstanden ontstaan als jij belasting int, als jij graan oogst, of als je aan het einde van de herfst, dus in het begin van de winter, niet genoeg graan hebt. Hoe ziet zo'n opstand eruit als je bijvoorbeeld belasting int of graan komt oogsten in een land? Ga ik een tweede keer in dit gebied graan oogsten, krijg ik eerst weer 5. Dan zie ik, hé, er ligt een opstandsfiche. Dan moet ik dus eerst een opstand tegengaan. En dan pas ga ik weer een opstandsfiche plaatsen. Er ligt 1 opstandsfiche. Dat betekent dat er 1 groen leger komt. Dat zijn de aanvallers. Ik ben de verdediger. Ik mag weer als blauw zoveel fiches, blokjes kiezen als dat ik wil om mee te verdedigen. Ik kies er bijvoorbeeld 2. En we gaan weer naar de toren. Ik pak alle blokjes in de toren. Die voeg ik toe. En ik gooi alles weer in de toren. En ik zie, er komen 3 blauwe uit. En een aantal rode en gele. En geen groene. Oftewel, deze opstand is mislukt. En omdat dit de tweede keer is dat ik uit dit land aan het oosten ben, plak ik er gelijk weer een opstandsfiche tegenaan. Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand een beetje lomp is, tegen de tafel stoot, waardoor er opeens weer wat blokjes uit de toren vallen. In de regels staat heel duidelijk dat die blokjes dan gewoon in de cup blijven liggen, totdat de volgende battle komt. Dus ja, dat kan gewoon gebeuren. Daar moet je je niet te druk over maken. Als mensen nou bewust dat ding zitten aan te tikken om de legers uit te rammen, ja, dan moet je er natuurlijk wat van vinden. En zo gaat elk jaar dus door. Er worden 3 jaargetijden gespeeld waarin je dus de acties kan doen. En dan krijg je de winter waarin je genoeg graan moet hebben. Opstanden onderdrukken als je dat niet hebt. Dan worden er overwinningspunten geteld. En vervolgens worden alle opstandsfiches weggehaald. En ga je naar het tweede jaar. En na het tweede jaar heb je uiteindelijk een winnaar. En de winnaar is degene met de meeste punten. En zo wordt Wallenstein gespeeld. Ik vind het spel Wallenstein van Queen Games fantastisch. Toen ik voor het eerst hoorde van het concept van deze blokjestoren, was ik al gelijk verkocht en dacht ik van dit spel moet ik gewoon hebben. Het is zo'n geweldig idee. Je pakt gewoon je legers, je gooit ze in die toren en vervolgens zit je met argusogen te kijken. Komt er iets uit wat mij bekoort? En soms gooi je hele legers erin en dan zie je vrolijk hoe er allemaal legers uitkomen, maar dan van de tegenstander. En jouw legers verdwijnen. En dat is geweldig.
En daar kan ik echt heel erg van genieten. Want het is een hele leuke manier om een geluksfactor in dit spel te brengen. Want natuurlijk heb je er invloed op. Want hoe meer legers je erin knikkert, hoe meer legers eruit zullen komen. Maar er zullen altijd legers hier en daar blijven plakken. En die kunnen er op een onbewaakt moment weer uitkomen. En dan heb je er weer profijt van. Of ze komen er lekker niet uit. En dan baal je als een stekker. En dat vind ik echt geweldig gedaan. Daarnaast is het spel zelf ook heel goed te behappen. Het zijn 2 jaren, dus dat houdt het lekker beperkt qua speelduur. En het zijn 4 seizoenen, waarvan 3 seizoenen identiek aan elkaar zijn. En dan heb je de winter en dat is gewoon een kwestie van even overleven en dan de puntjes tellen. En dat 2 keer. En dat vind ik een hele fijne manier, want ik had eigenlijk verwacht dat er heel veel complexe mechaniekjes in dit spel zitten. Maar die zitten er niet. Het is een soort van worker placement met een heel gaaf battle systeem. Ook de kaart zelf ziet er goed uit. Alles wat je wil weten staat eigenlijk op deze kaart. Het enige nadeel wat ik heb, het is natuurlijk van origine een Duits spel. Mijn Duits is niet goed genoeg om al die EVU-event kaartjes uit mijn hoofd te leren. Maar gelukkig hebben we daarvoor wat nijvere vertalers op het internet die daar een keurig overzicht van hebben gemaakt in het Engels. En misschien zijn ze er ook zelfs wel in het Nederlands. Ik vind het een geweldig spel. Ik vind de blokjes toren helemaal super. Ik vind de layout van het bord en alle speelstukken erg fraai. En ik vind hoe het in zijn totaliteit speelt ook knap gedaan. Want het is best een tactisch spel met heel veel tactische en strategische mogelijkheden. Maar de regels onderliggend hieraan zijn heel eenvoudig. En dat maakt het heel sterk. En om die reden heb ik dit spel een 8,5.